Het Belgische voetbal staat voor ongelooflijk belangrijke weken. Het Antwerp van Ortwin de Wolf wil de kloof met Club Brugge tegen Anderlecht liefst nog wat verkleinen. Sven Kums en de Buffalo's moeten winnen van Standaard om ervoor te zorgen dat hun seizoen er niet op zit. En op 1 april reken ik op Frank Boeks om voor de kwaliteitsvolle komische noot in deze uitzending te zorgen. Welkom bij 11 Corner. Hey Frank, welkom. Ben je vandaag extra op je hoede voor flauwe moppen? Extra op mijn hoede zou ik niet zeggen, maar je moet alles wel met een korreltje zout nemen vandaag, want er zijn altijd wel mensen die iets proberen wijs te maken natuurlijk. Ja. Houdt het interessant, houdt ons wakker. Ik heb één nieuwsbericht gezien dat wel meteen opviel, dat ook zeer duidelijk een aprilvis was. Anderlecht, Citygroep, was het eerste wat ik ook zag als ik wakker werd vanochtend. En toen dacht ik, oh, is het vandaag 1 april? En het bleek te kloppen. Dus, ja. Allee, het bleek niet te kloppen. Het bleek te kloppen maar ik doelde eigenlijk op RBDM. Oké, had ik niet gezien. Heb ik nog niet die gezien. Hebben Erling Braut Haaland aangetrokken voor volgend seizoen. Oké, dat had ik nog niet gezien. Maar inderdaad, het zal misschien zijn tweelingbroer zijn. Ja. De vaste kijker van 11, die ziet je regelmatig bij ons in de studio passeren. Niet alleen hier in 11 Corner, maar ook bij Box to Box, Friday Night Foot. Ze zouden misschien wel denken dat jij hier woont of dat je weer vastgeketend hebt. Maar je bent toch uit vrije wil naar de studio afgezakt. Ik kom elke keer uit vrije wil. Het is niet altijd makkelijk te combineren met mijn job in Anderlecht. Het vergt wel een beetje planning, maar ik doe het beide graag. Dit is ook een beetje een leukere manier om het voetbal te volgen. Als je stappen wilt zetten in een trainerscarrière, dan moet je natuurlijk op de hoogte zijn van wat er speelt. En om het dan zo te doen is gewoon extra leuk. Herinner onze kijkers er nog eens aan. Wat doe je precies bij Anderlecht? Bij Anderlecht ben ik kipperstrainer van de onder 21. Doe ik ook een deel scouting voor het A-11-tal in functie van de doelmannen. En ben ik ook betrokken bij het doelmannenproject binnen de jeugdwerking. Ja, een hele boterham. Maar je bent in de eerste plaats denk je dan toch kipperstrainer van de belofte. Dus volgend jaar ben je misschien actief in 1B. Ja, uiteindelijk is er nog altijd geen beslissing ingenomen. Dus ik kan me voorstellen dat het een moeilijke oefening is. Maar ik denk wel dat heel Anderlecht samen met mij hoopt dat het eindelijk kan doorgaan. En dat we het zo snel mogelijk weten, zodat je dat ook kan plannen. Want het vergt wel een samenstelling van een kern. Is anders voor een 1B-ploeg dan voor een U21-ploeg van Anderlecht. Ja, concreet is het idee dat, zoals Club Next, ook de Anderlechtse belofte, en een paar andere teams, het zijn er 5 in totaal, denk ik, ja, het zijn de ook in 1B zouden mogen spelen. Ja, dat is het voorstel. Maar natuurlijk, wij spelen bijvoorbeeld nu een competitie met 8. Zij spelen een competitie met 8 in 1B. Ja, voeg die samen en je hebt 16 ploegen. Dan heb je een normale, goede competitie, zoals het gekend is in 1A. Natuurlijk zijn er heel veel ideeën, zijn er heel veel formats. Het moet natuurlijk allemaal haalbaar zijn voor alle partijen. En het mag niet zo zijn dat de competitie verzwakt. Maar als het in andere landen kan werken, dan denk ik dat het in België ook zou moeten kunnen werken. Ja, jij lijkt pro, maar de criticasters, dat zijn dan waarschijnlijk meestal degenen die uit de boot vallen. Hè? Want er zijn 8 teams in de beloftecompetitie, dus niet alle 8 gaan in de tweede klasse mogen meespelen. Nee, maar dat is nu ook op basis van de voorbije jaren dat je al dan niet in Boula 1 kan spelen van de U21-competitie, dus als je hetzelfde systeem hanteert, dan moeten het ook niet elk jaar dezelfde 8 ploegen zijn. Dus dan kan het wisselen, dan kan je uitzakken, uit de competitie vallen, dan heb je ook iets om voor te spelen, dan kan je ook, je kan nooit promoveren, maar je kan wel terugzakken naar de onder-21-competitie. Als je zo'n format creëert, dan denk ik dat alle ploegen iets hebben om voor te spelen en dat het ook eerlijk is voor de andere ploegen die eronder zitten, dat ze ook goed moeten presteren om toch in die 1B-competitie te kunnen raken. Oké, terug naar jou persoonlijk, Frank. Het is een clichévraag, maar ik wil ze wel stellen. Waar zie jij jezelf over 5 jaar? Is dat een clichévraag? Oh, ik heb die nog niet te vaak gehad, moet ik zeggen. carpe diem, pluk de dag. Ik probeer eigenlijk zoveel mogelijk op te pikken. En zoveel mogelijk te denken, niet meer als speler, maar als trainer. Want vaak denk je toch als speler iets anders. En ik denk dat ik dat nu een beetje moet oppikken om meer als trainer te denken, minder als speler. Natuurlijk helpt het wel om als speler te kunnen denken, want dat is natuurlijk ook een kwaliteit. Maar ik denk dat ik gewoon zoveel mogelijk moet oppikken van voetbal, zoveel mogelijk wedstrijden zien, tactisch begrijpen. Maar als je mij zegt, wil je hoofdcoach worden, wil je kipperstrainer worden, ik heb daar nog geen keuze in gemaakt. Ik wil gewoon zien waar mijn grenzen liggen in een nieuwe job. In een nieuwe rol. En dat ga ik wel gaandeweg ontdekken, denk ik. De combinatie is natuurlijk zwaar. Je bent veel van huis. Gaat het volgend seizoen misschien anders zijn?
Dat moet allemaal besproken worden, hè. Afhankelijk van een... Ik word papa, dus dat zal misschien ook wel mee gaan spelen, dat ik af en toe een keuze zal moeten maken en minder van huis weg zal zijn. Maar voorlopig is alles dicht, of zoveel, heel veel dicht in dit land. En om altijd thuis te zitten, daar ben ik niet voor gemaakt. Dus ik werk dan liever... zelfs met mondmasker, omdat ik thuis de muren moet oplopen. Ja, oké. Okay. Het mag dan 1 april zijn, maar we houden het hier toch redelijk serieus. En wat er bloedserieus is, is de afwikkeling van de reguliere competitie. Nog 3 speeldagen te gaan voor de play-offs starten. Het gaat echt om de knikkers. Ik wil er het klassement eens bij nemen. Ja, we hebben, zoals je kan zien, Frank, nog een zeer entertainende strijd om play-off 1, hè, onder Club Brugge dan. Wie verwacht jij nog bij die eerste 4? Ja, Antwerpen denk ik wel. Antwerpen heeft door zijn winst op Club Brugge toch wel een statement gemaakt. En dan is het tussen Genk, Oostende en Anderlecht denk ik dat het zal gaan. Hè. Oostende en Anderlecht met dezelfde punten. Oostende speelt nog wel relatief makkelijke wedstrijden. Maar net omdat ze zo makkelijk lijken door het klassement, zijn het moeilijke. Want het zijn allemaal degradatieploegen of die voor de degradatie vechten. Dat is niet makkelijk. Dus, dat bewees ook nu de winst op Moeskroen. Hè. In de laatste minuut, voor hetzelfde geld, is dan 0-0. En dan heeft Moeskroen een geweldige zaak gedaan. En daar spelen die ploegen uiteraard voor. Dus dat ze veel gaan verliezen, dat denk ik niet. Maar gelijke spelen helpen ook niet echt op dit moment. Nee. Dit weekend is er een sleutelmatch tussen... 2 teams die om die eerste 4 plaatsen strijden. Antwerp krijgt het bezoek van Anderlecht straks. Wil ik daar verder op ingaan. Maar wie ook onderling gaat vechten voor 3 punten om in de running te blijven voor een andere na-competitie, voor een plek in play-off 2, zijn Standaard en Gent. Had jij zoiets kunnen vermoeden, Frank, dat het zo ging lopen? Nee, ik denk dat niemand dat had kunnen voorspellen, hè, voor het seizoen. Dat zij zo'n... matig seizoen gingen draaien. Mm-hmm. Natuurlijk heeft Standaard nog de kans om het op te fleuren met een bekerwinst. Dus uiteindelijk, als ze een beker pakken en een prijs pakken en Europees spelen, is dat seizoen op zich niet zo erg. Het is wel een ploeg die, waarvan blijkt dat ze het thuispubliek echt nodig hebben. Dat ze echt die drang naar voren krijgen door een 12e man. En Gent, ja, met de trainerswissel. De Heijn speelt natuurlijk een bepaald systeem. Als je dan niet direct de spelers hebt die je voor dat systeem voorhanden zou moeten hebben, ja, dan is het moeilijk. Maar uiteindelijk zie ik wel een stijgende lijn. En dat heeft lang geduurd bij Gent. En het is natuurlijk veel te laat. Maar je ziet wel een stijgende lijn in het spel. Je zei het er net, Standaard heeft wel nog een kans om hun seizoen echt te redden als ze die bekerfinale weten te winnen. Voor Gent is de match tegen Standaard dit weekend dus dubbel zo belangrijk om toch een waterkans te houden op play-off 2. Dus er is veel spanning bij de spelersgroep, vermoed ik. We leggen ons oor eens te luisteren bij de kapitein van AA Gent, bij Sven Kums. Hallo Sven. Hallo. Ja, hoeveel zin heb je in die match van komende zondag? Ja, ontzettend veel zin. Hè. Het is ook even geleden dat we nog een wedstrijd hebben gehad met de internationale break. We hebben wel een vriendenwedstrijd gespeeld, maar ja, het is toch anders. Hè. Dus we kijken er wel naar uit en we hebben er zin in. Ja, maar hoe dan ook, jullie hebben geen andere optie dan te winnen tegen Standaard. Nee, dat klopt. Voor ons is het een heel belangrijke wedstrijd. En we moeten naar daar gaan om die wedstrijd te winnen. En daar gaan we ook alles aan doen natuurlijk. Ja, Frank, wat voor soort wedstrijd verwacht je? Gent tegen Standaard? Is het met dichtgeknepen billen? Nee, dat denk ik niet. Een ploeg van Hein van Azenbroek speelt nooit met dichtgeknepen billen. Daar zal hij de spelers wel kiezen die dat niet gaan doen. Dus ik denk dat het gewoon een wedstrijd is die Gent gaat proberen domineren. Natuurlijk moet Standaard thuis ook punten pakken. En ze spelen ook nog voor play of 2. Ze hebben nog wel iets. Om op terug te vallen, maar Gent niet. Dus ik denk dat ze gewoon vol gas moeten geven. En ik denk dat dat ook de sterkte is van hun ploeg. Je ziet het ook in de komende weken beter gaan. Dus. Dan krijgt de neutrale toeschouwer ook spektakel. Een open wedstrijd, Sven. Denk je ook dat dat gaat gebeuren? Ik denk dat Gent meestal wel goede wedstrijden speelt in Standaard. En zoals Frank zegt, ik denk niet dat wij een ploeg hebben om ons echt een beetje afwachtend te spelen of in te graven en dan hopen op de counter, zo hebben wij absoluut geen ploeg. Dus we zullen zien hoe Standaard zich voordoet, maar ik denk dat wij wel een ploeg zijn die moeten voetballen en die zo tot kansen moet komen. Ja, Sven, als we in de zomer tegen jou hadden gezegd met nog 3 wedstrijden te gaan in de reguliere competitie, moeten jullie nog vol een bak knokken om in play-off 2 te geraken? Wat had je dan gedacht?
Ja, ik denk dat niemand dat had gedacht bij ons natuurlijk. Hè. We hebben gewoon een slecht seizoen erop zitten tot nu toe. En hopelijk kunnen we die in de laatste wedstrijden nog een beetje goed maken door play-off 2 te halen. Dus dat is nu ons doel en daar gaan we alles aan doen. Maar ja, dat we een verloren seizoen hebben, dat is toch wel duidelijk. Ja, wat zijn dan volgens jou de verzachtende omstandigheden? Wow, ik weet niet wat hier zijn. Er is natuurlijk veel gebeurd dit jaar. Langs de andere kant heb je ook geen publiek. Dat is voor ons zeker een nadeel, want we hebben wel fantastische fans. Maar natuurlijk is dat voor andere ploegen ook zo. Dus ik denk niet dat er heel veel verzachtende omstandigheden zijn. En ik denk niet dat we die ook moeten gaan zoeken. Ik denk dat we gewoon de laatste drie wedstrijden alles moeten geven. De kapitein van Gent is moedig, zoekt geen excuses. Maar vind jij dat ze zich wel eventueel achter bepaalde excuses kunnen verstoppen? Nee. Ik denk ook niet dat je excuses dat die je vooruit helpen. Dus ik denk dat je gewoon de realiteit onder ogen moet durven zien en dat je dan pas vooruit kan. Ja. Maar ik heb wel nog een vraag voor Sven. Als je ziet naar nog drie wedstrijden, hoeveel punten rekenen jullie op of rekent jullie coach op om de play-off 2 te halen? Sorry. Daar is nog niet over gesproken. Ik denk dat wij gewoon wedstrijd per wedstrijd bekijken. En zoveel mogelijk punten moeten pakken. Het zijn eigenlijk drie wedstrijden tegen directe concurrenten voor play-off 2. Dus voor ons is dat misschien een positief gegeven dat we het eigenlijk in eigen handen nog hebben als we die wedstrijden winnen. Dus laten we beginnen nu zondag en dan zullen we verder kijken. Ja, jullie spelen inderdaad dus tegen Standaard, Charleroi en Zultewaregem, rechtstreekse concurrenten, zoals je al zei. Is het gevoel bij jou dat iedereen in de kleedkamer hyper gefocust is? Ja, iedereen is wel hyper gefocust. Natuurlijk was het internationale week, dus heel veel jongens waren weg met de nationale ploeg. Sommige jongens moeten nog terugkeren, dus dat is natuurlijk iets moeilijker. Maar ik denk dat vanaf morgen wel iedereen aanwezig zal zijn en dat er... dat er dan nog extra gefocust wordt op de wedstrijd van zondag. Oké, mentale weerbaarheid is superbelangrijk in het moderne voetbal. De eerste helft thuis tegen Club Brugge was eigenlijk nog wel zeer goed. Maar dan zakken jullie compleet weg. Op de vorige speeldag voor de interlandbreak winnen jullie tegen Cercle. Maar ja, echt strijdvaardig was A-Gent dan ook weer niet. Hoe kan je zoiets omkeren in de kleedkamer? Strijdvaardig, dat weet ik niet. Ik denk dat we inderdaad tegen Brugge een goede eerste helft spelen. Dat we dan de tweede helft twee snelle doelpunten tegenkrijgen. En dat, dat het vanaf dan inderdaad niet goed was, dat was duidelijk. Tegen Cercle Brugge was het heel slecht. Het niveau was gewoon slecht. Maar de mentale weerbaarheid en de inzet was er volgens mij wel. Dus zo hebben we die wedstrijd ook gewonnen. Want niveau was er die wedstrijd niet. Ik denk dat we nu eigenlijk onze eerste helft van Brugge moeten onthouden. Hoe dat we die hebben gespeeld. Die lijn moeten doortrekken en niet kijken naar de wedstrijd van Cercle Brugge, want dat was eigenlijk niet goed. Frank, jij bent ook een ervaringsdeskundige als het op Hein van Azenbroek aankomt. Hoe loopt hij nu rond? Want ze zitten toch een beetje in een penibele situatie. Hoe staat hij voor de groep? Hen staat 100% vertrouwen uit, ten alle momenten, ten alle tijden. Dus ik denk, als de groep het vertrouwen van de trainer meeneemt, dan is er geen enkel probleem. Hen panikeert niet, Hen heeft ervaring. Dus ik denk dat daar het probleem zeker niet zal zitten voor agent. Het zal zijn de mentale weerbaarheid, als ze nu in een belangrijke periode moesten achterkomen tegen Standaard, dat ze niet zoals tegen Club Brugge dan de kopjes gaan laten hangen, want dan is het helemaal gedaan. Mm-hmm. Dat is echt tot de 95e minuut punten of drie punten mee naar huis willen nemen, maar ze echt blijven zoeken naar resultaten. Ik denk dat al wel eens ontbrak dit seizoen. Ja, en dat kan ook een boost geven als je het dan wel over de streep trekt. Wat ook misschien wel een boost is, toch een positief signaal, is de terugkeer van Enga Deu. Hij is een pion van de centrale as van A-Gent, waar ook jij toe behoort. Hij heeft ook een interland gespeeld met Cameroen. Hoe belangrijk is hij? Ja, voor ons is hij heel belangrijk. Hè? Ik denk dat we hem heel lang gemist hebben, centraal achterin. Hij is best wel een eindje uit geweest. Dus wij zijn heel blij dat hij terug is. Ik denk dat je ook al een verschil zag vorige week in de tweede helft tegen Cercle Brugge. Dat we toch iets beter gingen spelen, ook al was het niet
ja, dat was geen geweldig niveau, maar je ziet wel dat dat iemand is waar dat je achterin op kan vertrouwen. En ja, dat is wel nuttig dat we die hebben. En hij heeft ook natuurlijk best wel een pak ervaring. Voor ons is dat goed meegenomen dat hij wel terug is. Ja, je ziet hem achter jou staan. Op het middenveld heb je het gezelschap van Dorsch en ook van Elisha Owusu. Die stond voorbij 3 matchen in de basis 11. Maar speelt wel een beetje een wisselvallig seizoen, als ik dat mag zeggen. Waarom denk je, lijkt hij maar een schim van de Owusu, ja, die we toch zagen schitteren in de vorige campagne? Ja, ik denk dat hij een seizoen speelt zoals wij allemaal. Hè. Heel wisselvallig. Maar dat is niet alleen hij die dat heeft. Ik denk dat dat heel de ploeg is. Dus, en ik denk dat het een jonge jongen is die nog weinig tegenslagen heeft meegemaakt. En dat dat nieuw voor hem is. En dat het dan misschien een beetje moeilijker is en een lastiger seizoen is. Dat gaat hij nog wel meemaken, denk ik. Maar ik denk dat hij de laatste weken wel weer terugtoont wie de echte Owusu is. Je hebt een rijk gevulde carrière. Je hebt dus ook al wel een tegenslag hier en daar gekend, hè, hoogtes en laagtes. Hoe denk je dat je later, als je op pensioen bent, zoals Frank, dat je terug gaat kijken op dit seizoen van A-Gent? Ik ga daar zeker met gemengde gevoelens naar terugkijken. Aan de andere kant denk dat we niet zo'n seizoen nog gaan meemaken zonder publiek. Allee, laat ons hopen natuurlijk dat we dat niet meer gaan meemaken. Hopelijk kunnen we dit seizoen toch nog iets van maken. Hè. Dat we nog alles gaan geven, die laatste 3 wedstrijden, is wel duidelijk. Om in die play-off 2 te geraken. En er toch nog iets moois van proberen te maken. Ja, mocht dat niet lukken, dan kan je altijd dat mini-toernooitje spelen, hè, waar Mehdi Bayat het over had. Mocht Charleroi Standaard en A-Gent de boot van play-off 2 missen. Lijkt jou dat een goed idee eigenlijk, zo'n toernooi? Geen idee, maar ik wil er eigenlijk niet aan denken. Dus, dat zegt genoeg, hè, Sven. Ja. Dat zegt genoeg wat we ervan vinden. Natuurlijk wilt je na zo'n rot seizoen op vakantie, maar je weet ook dat je geen 3 maanden vakantie gaat krijgen. Dus, Nee, maar ik bedoel dat eigenlijk niet. Hoor. Ik bedoel eigenlijk eerder, ik wil er niet aan denken omdat ik gewoon play-off 2 wil halen. En dan moet zo'n mini-seizoen, mini-competitie gewoon niet. Dus het gaat niet om vakantie of zo. Het gaat meer om, ik wil gewoon in die play-off 2 geraken en zien. Zien dat ik dat mini-toernooitje niet moet spelen. Ja, sowieso wat Hein van Azenbroek, worst case scenario. Jullie halen de na-competitie niet. Dat niemand moet rekenen op een langdurige vakantie. Ik vermoed dat jij ook nog geen wilde plannen hebt gemaakt. Nee, absoluut niet. En ik denk dat er heel weinig wilde plannen zullen zijn dit jaar. Dus net zoals vorig seizoen zal de vakantie beperkt zijn. Wandelen in Dillebeek, wandelen in Derby, wandelen met 2 buggies nu. Inderdaad, ja, dat zal het zijn. Dus wandelen aan de kust misschien ook nog eens. Maar voor de rest zal er niet veel gebeuren dit jaar, denk ik. Maar misschien eerst nog een na-competitie play-off 2 met A-Gent. Ik wil je bedanken voor het gesprek, voor de tijd. En ik wens je veel succes de komende wedstrijden. Met veel plezier, dank je wel. Dag. Dag. Er is dus Standaard Gent, dat hebben we dus net besproken met Sven Kums. Maar een dagje eerder is er Gent Standaard, maar dan bij de vrouwen. Zaterdag om 14 uur in de namiddag, live op 11. Een topwedstrijd, de eerste ook van de play-offs. Misschien moeten we, Frank, ook eens een oog werpen op het klassement bij de vrouwen. En dan bedoel ik het klassement van play-off 1, waar Anderlecht na halvering van de punten nog 5 punten voorsprong heeft op Standaard. Maar toch leeft het gevoel... Ja, dat Anderlecht waarschijnlijk wel kampioen gaat worden. Wie, denk jij, is er bij machten om die titel toch nog van Anderlecht af te pakken? Ja, de winnaar van de wedstrijd van dit weekend. Hè. Dus als degene die, als zij winnen of de dames daar winnen, dan komen ze dichter bij Anderlecht en kunnen ze druk zetten. Is het tegelijk spel? Ja, dat is eigenlijk een fantastisch resultaat voor Anderlecht als zij hun eigen wedstrijd winnen. Maar uiteindelijk hebben ze 1 wedstrijd verloren, de dames van Anderlecht. Als je in die lijn verder denkt, dan zouden ze altijd kampioen moeten worden. Ja, als we de resultaten ook zagen in de reguliere competitie van de RCA Ladies, was het vaak met de vingers in de neus, soms wel met dubbele cijfers winnen. Dus is er een niveauverschil waar we niet omheen kunnen? Hoe nefast is dat eigenlijk voor de groei van de RCA Ladies zelf? Ja, voor die ladies van de RCA is dat niet erg. Hè. Ze winnen uiteraard, maar natuurlijk...
Ja, maar ze mikken natuurlijk ook wel op Europese ploegen. En dan, is de sparringpartner in eigen land misschien net niet goed genoeg? Nee, maar dan moet je na de competitie of in Europa de tegenstanders gaan zoeken. Maar ik denk dat je moet blijven doelen stellen. Hè. En zoals je zegt, dubbele cijfers. Dat wil zeggen dat ze ook blijven gaan en blijven gaan voor die doelpunten. En uiteindelijk of het nu... Ze kunnen ook verliezen, dus uiteindelijk zijn ze ook nog niet untouchable. Ja, ze hebben verloren in de laatste wedstrijd van de reguliere competitie. Volgend jaar op Neerpede zal je misschien wel in het passeren Johan Wallem tegenkomen, want die wordt de nieuwe coach van de Anderlecht Ladies. Verraste je die aanstelling een beetje? Ja, ik was verrast. Ik had het niet zien aankomen, maar uiteindelijk denk ik van als het Anderlecht wilt groeien, hè, de ladies van Anderlecht willen groeien, ja, dan moeten ze ook een coach hebben met naam en die ook het Belgische voetbal door en door kent. En die mannen- of vrouwenvoetbal, ja, het maakt niet uit. Voetbal is voetbal en hij kan die dames misschien wel iets gaan bijbrengen. Dus ik denk dat het geen slechte transfer is, dat het een goede stap voorwaarts is met Johan Lem. Johan Wallem. Sommigen vonden het wel jammer dat er dan geen vrouwelijke trainer werd aangesteld als de een van de ladies. Ja, als het een vrouwelijke trainer was die dames veel kon bijbrengen, was ik de eerste om dat toe te juichen. Maar als je die niet direct voorhanden hebt... Ik weet niet dat er kandidaten waren die de naam hebben zoals Johan Wallem. Mm-hmm. Dus ik denk dat het vooral is het voetbalintellect en de ervaring dat hij moet kunnen gaan doorgeven aan die dames. Het is een klinkende naam. Hij heeft uitstraling. Jij hebt ook uitstraling, Frank Boek. Zie jij ooit T1 worden van een vrouwenelftal? Ik heb nog nooit een vraag gekregen. Ik zal het dan wel zien, want je hebt me gevraagd waar ik binnen 5 jaar ging staan en ik weet het nog niet, dus ik zal het dan wel zien. Oké. Okay. Op Neerpede zijn Tessa Wildaert en Tine de Kenny al volop bezig met de play-offs. Hun mannelijke tegenhangers die moeten dus eerst nog 3 finales spelen. En ze starten, Anderlecht dan, met een duel op de Bosuil. Verkouteren tegen Compagnie. Gaat de leepheid het overwinnen van het talent? Ja, die kan natuurlijk niet in een glazen bol kijken, maar ik denk dat beide coaches elkaar goed kennen en dat ze beide zullen super voorbereid zijn op deze wedstrijd, want het is natuurlijk wel eentje met belang. Mm-hmm. En ze zijn ook alle twee in goede doen. Het was een super weekend voor Antwerpen en een hele goede wedstrijd van Anderlecht. Alleen is het nu Antwerpen thuis, moet misschien meer het spel gaan maken en Anderlecht zal misschien meer Antwerpen aan de bal laten dan dat ze tegen Zulte Waregem gedaan hebben. Ja, bij Anderlecht is de eerste keeper out for the season, Hendrik van Kronbrugge. Frank Verkouteren die kan gewoon een beroep doen op 3 volwaardige nummer 1's, met De Wolf, Bijranvand en Buté. Is concurrentie onder keepers anders dan in andere linies van het veld? Er is concurrentie, maar ik heb dat altijd gevoeld als conculega's zijn. Ik heb nooit met iemand problemen gehad. Het is de trainer die beslist, dus de jongen die eventueel je plaats onder de lat inneemt, die kan er ook niet aan doen. Je moet die steunen, want uiteindelijk als hij het goed doet, moet hij er niet rond de pot rijden, dan verdien jij ook centen. Dus ik denk dat dat een beetje is. Ze moeten elkaar naar een hoger niveau proberen te tillen. En als dat met wederzijds respect gebeurt, dan is het eens zo leuk. Ja, jij met je oog als keeperstrainer, zet die 3 eens naast elkaar. De Wolf, Buté, Bijranvand, wie zou jij prefereren? Op dit moment? Ja. Op dit moment is er geen reden om te wisselen. Natuurlijk, De Wolf is gekomen, heeft het goed gedaan. Buté heeft het goed gedaan voordien. Maar het zijn 2 keepers die van die in een fase zitten in hun carrière dat ze een nieuwe stap of een nieuwe hindernis moeten overwinnen. Bij Moes Kroon was Buté 100% titularis. Als hij 10 weken geblesseerd was, kwam hij terug, speelde hij. En dat was hetzelfde voor De Wolf bij Eupen. Alleen nu zitten ze daar samen en moeten ze een concurrentiestrijd gaan uitvechten. Maar een trainer is niet verplicht om te wisselen als de resultaten goed zijn. Dus hij kan dan in het nadeel van Buté uitdraaien. Dus die jongens zijn allemaal aan elkaar gewaagd. Alleen ik zie ze niet trainen, jij ziet ze niet trainen. En dat doet Frankie Verkouteren wel. Mm-hmm. En hij zal dan wel beslissen wie het beste in vorm is en wie op basis van de voorbije wedstrijden het meest verdient. Ja, tegen Club Brugge heeft hij er ook goed aan gedaan om De Wolf tussen de paal te zetten, want die was beslissend met een assist voor Lam Kelzee. Hij heeft ook zelf wel een beetje aangegeven dat hij die bal niet vol raakt en dat er wel een klein beetje mazzel mee gemoeid was. Was jouw analyse van de fase, Frank? Het is een slechte uittrap die fantastisch uitraakt. Soms heb je een beetje geluk nodig. Hè. Het is omdat die bal net stuit voor Mats Rits. En dat die verrast is dat niet bij de bal kan. Dat Lam Kelzee de slimste is en anticipeert op die misser. Mm-hmm. En de verdedigers net iets te veel vertrouwen hadden in Rits om die bal te onderscheppen. De Wolf is 23, Frank. Toen jij 23 was, vermoed ik dat er iets minder de focus door keeperstrainers gelegd werd op het voetenwerk.
Nee, dat werd eigenlijk ook al gedaan. Ik denk dat het... dat ik misschien wel de eerste was, om het zo te zeggen, de eerste generatie, zal ik zeggen, waar dat echt wel belangrijk was. Dat we meer als libero moesten spelen dan als alleen maar doelman. En met die jonge doelmannen nu, wie raad je hen aan om op YouTube eens te gaan checken? Ja, ik denk dat de drie voornaamste Manuel Neuer zijn, omdat hij echt wel proactief en voetbalvaardig is. De keeper-sweeper. Ja, inderdaad. Dan heb je Ederson, die een traptechniek heeft die in de... Maar hele verre ballen kan trappen. Die kan niet alleen kort, middellang, maar ook lang en in de ruimte spelen. En dan heb je natuurlijk Ter Stegen bij Barcelona, die links-rechts de ballen op die bak legt. Dat is ook indrukwekkend. Om vooruit te blikken op de absolute topper van de 32e speeldag, had ik deze namiddag een goed gesprek met dus de nummer 1 sluitpost van The Great Old met Ortwin de Wolf. We kijken. Goedemiddag, Ortwin. Goedemiddag. Hallo. Je hebt het vertrouwen van Frankie Verkouteren de voorbije wedstrijden zeker niet geschaad, integendeel. Maar de drie doelmannen die willen natuurlijk zondag tegen Anderlecht allemaal tussen de palen staan. Weet je al wie het gaat worden? Kleine correctie, het is de maandag is de wedstrijd. Sorry. Het is niet zondag. Ja, geen probleem. Dat valt nog te bekijken eigenlijk. Jean Buté is nu terug. Ali komt nu ook terug van de international break. Dus ik heb deze week samen met Jean goed kunnen trainen. Maar natuurlijk valt nog te zien wat de coachingkeuze zal zijn. Ja, en hoe communiceert de coach rond die keeperskwestie naar jou persoonlijk? Dat wordt gewoon een dag voor een match, wordt dat gezegd. Dat we gaan spelen of niet, of wie er toch in de goal gaat staan. Dus dan zal ik zondag te weten komen wie er zal spelen. Dat is dan toch wel elke week voor jou persoonlijk bang afwachten, niet? Goh, bang nu niet. Ik hoop natuurlijk altijd wel dat je speelt. Natuurlijk, je hebt ook geen zekerheid langs de andere kant. Dus je kunt alleen maar wekelijks je best doen om het weekend tussen die paal te staan. Dus het is wel nog afwachten, maar we zullen wel zien. Ja, ik denk dat het voor een trainer wel leuk is dat hij drie volwaardige nummer 1 keepers heeft. Hoe is de verstandhouding tussen jou, Buté en Beran Vand? Redelijk goed. In het begin natuurlijk is het een beetje zoeken voor mezelf. Je wordt ineens in een nieuwe groep gedropt. Twee keepers die redelijk wat gespeeld hadden. Jean nu iets meer dan Ali. Maar die ook wel iets op een cv hebben staan. Dus daar moet je gewoon tegenop boksen. Je weet dat die concurrentie er is. Maar daarom had ik ook die stap gezet. Ik wist dat het er sowieso van ging komen, dat ik moest knokken om de eerste plaats. Daar ben ik nu volop mee bezig. Ja. Ja, bij Eupen ben je dit seizoen alles op de bank beland. Hoe kijk je op die episode terug? Dat heb ik nu ondertussen wel naast mij kunnen leggen. Want als ik bij Antwerpen kwam, dan had ik de knop kunnen omswitchen. De maand januari was niet gemakkelijk, ik zou het zo zeggen. Het was een beetje zoeken, ook omdat Antwerp bleef een beetje lang aanslepen ook. Dus dat was in het begin van januari, waren de contacten er. En pas op de laatste dag eigenlijk van de transfer deadline is hij er toch naar doorgekomen, die transfer. Langs mijn kant, ik was daar heel blij mee om naar Antwerpen te kunnen. Dus voor mij is hoofdstuk Eupen toch dit seizoen een beetje afgesloten. Desondanks dat ik nog wel een contract heb volgend seizoen. Maar ik zeg het, heel mijn focus ligt nu op Antwerpen. Dus ik ben met niks anders bezig nu. Ja, ik wil toch even iets vragen over je toekomst dan. Hè. De onderhandelingen met Eupen, zijn die nog bezig? Er werd verteld dat er wel degelijk een plan was om jou definitief aan te trekken bij Antwerpen. Ja, dat was ook de bedoeling van het kamp van Antwerpen om mij direct te kopen eigenlijk. Maar Eupen heeft daar niet op toegehapt. Dus daarom is er uiteindelijk een huurovereenkomst gevonden tussen de clubs met een aankoopoptie. Dus naar mij weten zijn ze daar nu over aan het onderhandelen. Dus normaal gezien het einde van het seizoen zou daar toch wel meer duidelijkheid over zijn. Ja, dan wordt er een knoop doorgehakt. Maar wat hoop je jezelf? Ja, natuurlijk. Antwerpen is een heel mooie stap. Het is sowieso een stapje hoger voor mezelf dan. Persoonlijk zou het heel mooi zijn. Maar ja,
Ik heb nog altijd een contract ook met Eupen, dus het is een beetje afwachten eigenlijk wat er zal bewegen. Of wat er nog kan gebeuren na de zomer toe. Maar we zullen wel zien deze zomer. Het is voor heel veel voetballers, onder meer door corona, een zeer vreemd seizoen. Maar jij hebt echt wel een emotionele rollercoaster beleefd. Hè? Van bankzitten in de Oostkantons naar starten in de Europa League met de Great Old. Ik denk dat jij op dit moment wel met veel vertrouwen tussen die palen staat. Ja, toch wel. Het is ook iets wat ik niet had verwacht natuurlijk in het begin van het seizoen, om te zeggen dat ik Europees ging spelen dit seizoen. Dat was een heel mooi surplus natuurlijk. Maar bij Eupen was het een beetje gestopt uit het niets. Maar ik ben nu blij dat ik bij Antwerpen terug tussen die balen kan staan momenteel. En moet ik elke week bewijzen dat ik die positie ook waard ben. Ja, en binnenkort misschien ook keeper in play-off 1. Jullie willen het verschil met Club Brugge natuurlijk in de 3 resterende matchen zo klein mogelijk krijgen. Eerst wacht een bezoek van Anderlecht. Wat verwacht je van die topmatch? We verwachten er uiteindelijk niet zoveel van. Natuurlijk, je vat die match aan om te winnen. Dat is altijd de eerste basis natuurlijk die je moet hebben. Maar elke match is ook altijd anders. Dus we gaan alles goed moeten analyseren. Waar we zelf op kunnen verbeteren. De details bekijken natuurlijk, waar dat zij te pakken op zijn. Natuurlijk, ja, mentaal is iedereen ook wel heel goed, fysiek nu ook, met die interlandbreak. Dus de meesten zijn ook wel fit, batterijtjes zijn opgeladen. Dus we kijken wel gezamenlijk uit naar de match van maandag. Ja, misschien iets afpitsen inderdaad van die achterstand op Club Brugge. Die bedraagt op dit moment 16 punten na halvering. Ja, zijn dat er nog maar 8? Kijken jullie eigenlijk nog naar boven in de stand? Ja, tuurlijk. Uiteindelijk... Iedereen wil natuurlijk ook wel punten pakken, of zoveel mogelijk punten pakken, trofee pakken. Dus die kans zit er ook nog altijd in, door de play-offs ook. Moest het nu gewoon een competitie zijn, dan zijn we wel anders. Maar door die play-offs kan het ineens allemaal keren. Ja, even iets helemaal anders. We zien achter jou twee truitjes hangen. Eentje is van jou en eentje is vermoedelijk van je vriendin, Jody Gilliams. Klopt dat? Ja, inderdaad. Dus ik heb mijn... Zeg maar, dat is haar truitje. Dat is haar truitje. En dit groen is het truitje van Antwerp. Waar ik mijn eerste match in had gespeeld. Of toch tegen de Rangers. De Europa League. Dus die heb ik al ingekaderd. Ja. Mooi, voor de kijkers thuis. Jody is een topvolleybalster. Zij is lid van de Yellow Tigers, van de nationale ploeg. Ze is actief ook in het buitenland. Zien jullie elkaar nog met strenge coronamaatregelen in Duitsland, waar ze speelt? Daardoor is het eigenlijk een beetje moeilijk om met elkaar contact te hebben. We bellen dagelijks, dus we horen elkaar wel genoeg. Maar natuurlijk, het fysieke contact is er niet echt. Dus af en toe is het wel een beetje moeilijk, maar... We hebben dat eigenlijk dit jaar heel goed kunnen opvangen. Dus op dat vlak eigenlijk, gaat het eigenlijk zeer goed tussen ons. Dus we proberen hier en daar wel, als er een vrij weekend is. Natuurlijk met de corona is dat nu een beetje moeilijker om af te spreken. Maar vanaf dat haar seizoen gedaan is, komt zij terug naar België. En dan... Zien we elkaar terug, dus kijken we wel enorm naar uit. Ja, en trainen jullie soms samen? Want op zich lijkt me dat wel compatibel. Zo'n Yellow Tiger en een De Wolf, meer bepaald een volleybalster en een voetballer die voornamelijk zijn handen moet gebruiken. In de lockdown vorig jaar hebben we dat geregeld wel gedaan. Toen zaten we ook samen, toen woonden we ook samen. Dus we moeten ook een beetje de techniek kunnen onderhouden. Zoals ik, als haar eigenlijk. Dus dat is wel heel tof ook om toch bezig te kunnen blijven. Een andere sport, een beetje een afwisseling. We gingen ook gaan tennissen en zo. Dus we houden ons wel altijd bezig als we samen zijn. Dus twee sportievelingen. Dat marcheert wel goed. Dus. Ja, en ik denk ook, ik weet niet of je een tuin hebt, maar als je in de tuin kan gaan staan tussen de palen en zij smasht naar jou, dan kan jij je reflexen toch oefenen? Ja, inderdaad. Dat hebben we vorig jaar ook een paar keer gedaan. Dus iets achter mij gezet en dan moest zij proberen smashen in de goal. Ik heb wel af en toe een keer afgezien, maar
ja, dat hoort er ook bij. Dus het is ook wel allemaal plezant. Zeker na de zomer toe, als je buiten terug kunt trainen. Dus we leren ons wel. Ik hoop dat je heel snel opnieuw herenigd wordt met je vriendin Jody. En ik wil je bedanken voor dit gesprek. En ik wens je veel succes toe in de resterende wedstrijden van de reguliere competitie. Dank je wel, Ortwin de Wolf. Dank je wel. Hartelijk bedankt. Heel wat mooie affiches dus op de 32e speeldag. We nemen voor de goede orde het volledige programma er ook eens even bij. Dit is dat programma in 1A met onder andere ook onderin wel wat spanning, Frank. KVO Waasland-Beveren. Je zei het daarnet al in het begin. Oostende, die moeten winnen. Die gaan voor het eerst ook die druk hebben van moeten winnen. Gaat hen dat parten spelen? Ja, dat kan je niet op voorhand voorspellen. Want het zal inderdaad niet makkelijk zijn, want ze moeten echt wel het spel gaan maken. En als je gezien wordt als topclub, ja, dan moet je dat ook elke week kunnen. En als je in play-off 1 wilt geraken, moet je dat bijna wekelijks doen. En tegen die ploegen die daaronder in staan, mm-hmm. ja, die gaan geen ruimte cadeau geven. Die gaan voor elke centimeter vechten. Ja. En dan is het vaak details die gaan beslissen. En als je een vroeg doelpunt kan maken, kan het een makkelijke wedstrijd worden, want dan komt die ruimte wel. Maar als je lang moet wachten, dan komt natuurlijk ook die nervositeit erbij. En dat is misschien wel nieuw voor Oostende. Ja, nervositeit zal er ook sowieso zijn bij de Rode Lantaarn. We zeggen altijd dat het knap is dat Nicky Haaien nog altijd T1 is. Maar denk jij ook niet dat het kalf nu al wel verdronken is voor Waasland-Beveren? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat ze strijdvaardig zijn gebleven en dat het nog altijd mogelijk is om punten te pakken. Ze hebben nog 4 wedstrijden, als ik me niet vergis. De anderen hebben er 3. Dat kan ook een mentaal voordeel gaan betekenen van wij hebben nog altijd een inhaalwedstrijd. Oké, het is wel volgende week of in het midden van de week nu. Dus het zal nu nog een mentaal voordeel zijn dat ze als ze winnen ook nog eens een voorsprong kunnen gaan nemen. De Waaslanders die verkeren wel in dezelfde situatie als vorig seizoen. Dezelfde penibele situatie. Aan wat ligt dat? Dat ze zich daar opnieuw bevinden? Ja, dat is een goede vraag. Hè. Dat is als je vorig jaar met een aantal spelers speelt en het lukt niet. En natuurlijk kan je ze niet allemaal gaan vervangen. Hè. Dus je moet dan een goede kwaliteitsinjectie doen. Het is natuurlijk zo dat ze heel laat aan die kwaliteitsinjectie dan kunnen beginnen. Ja, pas in de herfst eigenlijk. Ja, inderdaad. Dan ben je eigenlijk al 15 punten kwijtgespeeld. Die ze nu misschien wel, laten we zeggen, die 3-4 punten die ze dan hadden kunnen pakken. Hadden hun nu misschien al wel kunnen gered zijn. Ja, de voorlaatste die speelt op zondag, Cercle Brugge. De vereniging ontvangt Beerschot. Dat is tijdens de Ronde van Vlaanderen. Wat ga jij doen? 2 schermen? Ik denk dat het Ronde van Vlaanderen zal worden. Toch met 1 oog naar Cercle Beerschot. Ja, ik ga het wel volgen. Maar ik denk dat het grootste scherm in mijn living zal de Ronde van Vlaanderen zijn. En dan de iPad zal voetbal zijn. Ja, de derde hond in dat kelderklassement is Moes Kroen. Voor de goede orde ook nog eens even kijken naar het programma van de laatste 3 in het klassement. Heeft Moes Kroen het moeilijkste programma? Misschien wel, maar zij staan er wel het beste voor. Zijn zij gered? Het is omdat Moes Kroen zo'n zwaar programma heeft dat ik Beveren met hun 4 wedstrijden nog niet... dat ze zich nog niet gewonnen moeten geven. En de KVO komt nog op... Cercle gaat nog naar KVO. Maar ik denk dat Cercle ook tegen 2 ploegen spelen die misschien wel eens na dit weekend voor niks meer zullen spelen. Dan bedoel ik OHL, als ze niet winnen, dan spelen ze ook voor niks meer. Beerschot, ik weet niet dat die ook nog heel veel over hebben in de tank, want ze hebben heel veel gegeven in het begin. Dus ik denk dat Cercle het makkelijkste programma heeft. Moes Kroen staat er het beste voor, maar het moeilijkste programma heeft. En dan uiteraard Beveren met zijn 4 wedstrijden het mentale voordeel. We hebben een trio onderin, maar jij denkt misschien ook wel aan een kwartet onderin. Want STVV heeft maar 32 punten. Die moeten misschien ook nog wel bibberen tot op het eind. Ja, maar die hebben dan ook weer die 4 wedstrijden. En het zal die wedstrijd zijn die maakt dat Beveren effectief Sint-Truiden in de problemen kan brengen. Of dat Sint-Truiden gered gaat zijn. Want het is die inhaalwedstrijd die spanning zal opleveren voor beide teams. Zondag heb je al verteld dat je naar de Ronde van Vlaanderen zal kijken. Ook tegelijkertijd wel naar het Belgische voetbal. Zaterdag werk je opnieuw voor ons, voor Box to Box. Ja. Is het met Dave of met Aster? Het is met Dave. Oké, want jij bent het vaste meubilair. Jij bent altijd de dedicated analyst. Ja, ik denk dat we er betere Box to Books van maken. Goed. Oké, ik wil je bedanken voor de komst naar de studio, Frank. Ik hoop ook dat je goed paaseitjes kan rapen op paaszondag. Er is voetbal bij ons van vrijdag. Over zaterdag, over zondag, tot en met paas maandag. Ook bij de vrouwen, mogen we niet vergeten. Eet chocolade met maten en ga gewoon volop
tekeer in dat voetbalgeweld. En wij maken gewoon volgende week een nieuwe 11 Corner. Tot dan.